Door het oorlogsgeweld kwamen in de stad Nijmegen in de jaren 40-45 ook 2000 burgers om het leven. Ter nagedachtenis van deze mannen, vrouwen en kinderen werd aan de voet van de Sint-Stevenstoren een monument opgericht dat tijdens deze 15e bevrijdingsherdenking onthuld werd door burgemeester Hustings. Bij dit gedenkteken, dat ontworpen werd door de Haarlemse beeldhouwer Marie Andriessen, legde de burgemeester als eerste een krans namens de gemeente. Troostrijk is de symboliek van het beeldhouwwerk dat een engel voorstelt die een kind ten hemel voert.